Minister Sommerhardje van Binnenlandse Zaken pleit voor een eenmalige beschikking voor ambtenaren die nog niet in vaste dienst zijn. Meer dan 1000 ambtenaren wachten al jaren op hun vaste aanstelling. De geneeskundige commissie die de ambtenaren moet keuren om in aanmerking te komen voor een vaste dienstbetrekking is sedert 1 april 2023 demissionair. De minister vreest dat daardoor de achterstanden nog meer zullen oplopen. Na overleg met juristen doet minister Sommerhardje dit voorstel bij de Raad, waarbij ambtenaren die langer dan 18 maanden in dienst zijn, automatisch in vaste dienst komen. De brand op stortplaats Ornamibo in het district Wanica is onder controle. De brandweer en personeel van het ministerie van Openbare Werken hebben de nodige maatregelen genomen, zodat het vuur niet verder kan verspreiden. De rookontwikkeling is nog wel enorm. Er wordt met man en macht gewerkt om de brand helemaal uit te krijgen. Met grondverzetmachines van de vuilstortplaats en assistentie van het ministerie van OW worden de brandhaarden met zand bedekt. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. In 2018 was er ook al een grote brand op de stortplaats Ornamibo. Het ministerie van Justspol en de leveranciers van arrestantenvoeding hebben op 2 oktober overleg gevoerd over onder meer de verlenging van contracten en de nodige herschikkingen. Tijdens deze vergadering kwamen verschillende punten naar voren, waaronder verlengingen en de duur van de nieuwe contracten. Beide partijen kijken uit naar een verdere samenwerking in het belang van arrestanten die voorzien moeten worden van voeding.